IMF zeer positief over sociaal-economisch herstel van Suriname anno 2024. Wat is er aan de hand? Geschreven door Dr. Shardhanand Harinandan Singh, politiek analist/veranderkundige. Voorgelezen door de geautomatiseerde stem van surinamenieuwscentrale.com. Door zijn vastberadenheid trotseert president Santoki gestaag verder de opgeworpen paarse spijkermatten op zijn regeerpad. Vlak na zijn inauguratie in juli 2020 beweerde zijn verslagen voorganger Boutersen, die één achtste deel bloed van Nederlandse slavendrijver in zich heeft, dat de kantrakinazaat nazaat Chandri als president geen half jaar zal uitvolhouden. Want de baas van NDP wist het wel waarom. Doelbewust had hij sneaky last minute bevorderingen doorgevoerd waarbij partijloyalisten als waakhonden op cruciale posities in het ambtenarenapparaat moesten functioneren. En via hen hield hij de regie over de vorderingen van het regeerproces. Dat waren de vertragende spijkermatten op het regeerpad van Santoki. Daarnaast liet Bouterse zijn compaanen de finale graai doen in de staatskas. Dat is publiekelijk bekend. De sluwe vos hoopte dat zijn opvolger geen financiële verplichtingen zou kunnen nakomen op het gebied van de staatshuishouding. Enfin, met dit soort ondergrondse acties tegen zijn opvolger verliet hij zijn ambt zelfs een maand voor de expiratiedatum. De werkelijkheid pakte anders uit. Na bijna vier jaren regeren is op de persconferentie van 12 februari 2024 een zeer positief beeld van het sociaal-economisch herstelbeleid van de Surinaamse door het IMF geschetst. Deze mondiale monetaire instelling liet ook merken dat Suriname als rolmodel dient voor andere landen met hoge schuldenlasten. En dat pluimpje wakkert paniek aan bij tegenvoeters van het staatshoofd. De sluwe vos verliest zijn streken niet. Panische nervositeit bij tegenvoeters van Santoki. Dat de gevluchte NDP, leider en gevondenste moordenaar Bouterse op het laatste moment van zijn gevangenneming de benen nam, verbaast zelf zijn achterban. Maar uit angst voor represailles houden velen zich stil. Enkelen trotseren zijn gunst en hebben gedurfd publiek bekentenissen tegen de gewezen dictator af te leggen. Een voorbeeld is Eugene van der Sun. Anderen leven in de waan dat hun secteleider weer op de troon terugkeert. Nooit tevoren was er zoveel aversie tegen deze postkoloniale koepleger van Suriname op sociale media te lezen. Daarbij stijgt de panische nervositeit bij zijn achterban en zijn achtergelaten paarse partij staat op implosie, al was het om de interne leiderschapsstrijd. De tijd zal het leren hoe geliefd dit duivelse figuur nog is. Vast staat dat Chandri Kapersat Santokki de Republiek Suriname door zijn vastberadenheid uit een ellendige tijd boven de horizon wist te laten herrijzen. Hij heeft zijn volk niet in de stinkende beerput laten zitten en hun waardigheid doen terugkrijgen. Wie dat niet kan inzien is onnozel. Maar dat was nou net niet de intenties van de paarse leider, die niets naliet om Santoki hoe dan ook af te laten zetten. Nu de sluwe vos toch eieren voor zijn geld heeft gekozen blijkt, dat de panische nervositeit onder zijn tegenvoeters bedenkelijke vormen aanneemt. Zojuist verscheen op sociale media dat Bouterse vanuit zijn schuilplaats enkele prominente NDPRS inspireert de staat Suriname te destabiliseren en wanorde te creëren ten einde Santoki alsnog ten val te brengen. De namen van deze twee personen zijn op Facebook bekendgemaakt. Wie of wat gaat er schuil achter de hetsen tegen het staatshoofd? Kijkend naar de vele acties en toedrachten door actievoerders tot nu toe tegen de huidige president sinds zijn aantreden, dan steekt er één speerpunt scherp boven water. Het zal niemand verbazen als uit strafrechtelijk onderzoek zou blijken. Dat niemand anders dan de veroordeelde moordenaar en voormalige president Bouterse de regie heeft gehad over allerlei straatacties en destabiliserende protesten om Santoki voortijdig te laten vertrekken. Want als ex-staatshoofd had Bouterse nooit afscheid kunnen nemen van die functie ondanks de electorale klap die hij op 25 mei 2020 moest incasseren. Blijkbaar was dat de voedingsbodem voor zijn paranoïde psychose die bij hem kon worden gediagnosticeerd. Uit dien hoofde bleef hij de acties regisseren onder het dekmantel van vakbondsdemonstraties waarbij georganiseerde plunderingen in Paramaribo niet werden geschuwd. De gewelddadige straatactie geleid door de teleurgestelde Pakitov waren eveneens bedoeld Santokki af te zwakken. De regie van Bouterse is daarbij niet uit te sluiten. Hoe kan het anders dat DNA-leden van zijn partij het initiatief namen om rond de laatste decembermoordenprocessen de president parlementair weg te stemmen? Niet bewezen maar hardnekkig zijn de geruchten dat een moordaanslag rond die tijd op de president tijdig is verrijdeld. Wie had er belang bij? van de vraag wie of wat er schuil gaat achter sneaky acties tegen Santoki kan alleen maar worden geraden, Totdat vermoedelijke dader is opgepakt en daartoe ook is verhoord. Het vermoeden is er wel, maar dat kan als premisse dienen voor een strafrechtelijk onderzoek of studie. Het Chinese jaar van de draak in teken van de zoete vruchten. Hoe dan ook, de vraag reist wie anders dan Chandri Kapersat Santoki had op 25 mei 2020 willen opnemen tegen de veroordeelde crimineel Daisy Delano Bouterse. Wie overtuigd is van de goede daden als staatshoofd in de voorbije jaren zal hem niet onbeloond laten. Eens te meer aangezien nu het Chinese jaar van de draak in het teken staat van de zoete vruchten. Dankzij de inspanning onder leiding van de huidige president heeft het electoraat voortaan het recht van one man slash woman one vote. Dat wil zeggen elke goed uitgebrachte stem uit heel het land weegt even zwaar bij het halen van de landelijke kiesdeler. Dat was decennia lang niet het geval. De kiezer beslist uiteindelijk wie hem of haar in het parlement vertegenwoordigt. Zo ook wie zijn of haar president of vicepresident zal voor de volgende vijf jaren zal zijn. De gunstige ontwikkelingen in het Chinese jaar van de draak staan al in het licht van de zoete vruchten. Daar lijkt het inderdaad op. Bij de persconferentie van 12 februari jongstleden benadrukte de president, met name dat de verlichting van de schuldenlast is inmiddels bereikt en er is ook sprake is van langzaam op gang komen van de economie. Voor de effectieve sociaal-economische programma's zijn middelen beschikbaar om met prioriteit te kunnen implementeren. Critici zouden dit als loze beloften willen wegwuiven. Echter, bij de laatste bijeenkomst maakte het IMF zelf bekend dat de autoriteiten de particuliere schuldherschikking met commerciële crediteuren hebben afgerond en dus Suriname op het punt staat overeenkomsten te sluiten met alle resterende schuldeisers. Voorts heeft het Internationaal Monetair Fonds, IMF, bij de vierde evaluatie in het kader van de Extended Fund Facility Arrangement, EFF, Suriname positief beoordeeld, waardoor onmiddellijk circa 53 miljoen US dollar wordt overgemaakt. Laat het dan werkelijk zo zijn dat voor alle in het land eindelijk weer een gezond en gelukkig leven mogelijk wordt. Dit was het artikel IMF zeer positief over sociaal-economisch herstel van Suriname anno 2024. Geschreven door Dr. Shardhanand Harinandan Singh, politiek analist slash veranderkundige. Voorgelezen door de geautomatiseerde stem van surinamenieuwscentrale.com.